Goedemiddag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van dinsdag 8 mei. Op deze satellietfoto zien we dat er vandaag geen wolkje aan de lucht is in Nederland, die houden zich ver weg door een hoge drukgebied en het was opnieuw een stralend zonnige dag. Ook vanavond blijft de zon nog lang schijnen met temperaturen die tussen de 21 en 23 graden liggen en er staat daarbij ook weinig wind. Vannacht dalen de temperaturen verder naar 11 of 12 graden en het wordt een rustige en heldere nacht. Morgen staat er echter wel wat te veranderen. Het hoge drukgebied, wat al die tijd voor het mooie weer heeft gezorgd, dat lag boven Scandinavië en gaat nu geleidelijk wegtrekken richting het noordoosten. Het hoge drukgebied maakt daarmee plaats voor lage drukgebieden en gebieden met neerslag die dan ons land kunnen gaan bereiken. Dat merken we morgen vooral door de toenemende bewolking. Temperatuur aan de kust kan uit op zo'n 22 graden. In het binnenland kan het alsnog wel 27 graden worden. In de loop van de avond neemt de kans op een bui dan wel toe. Donderdag gaan de temperaturen flink omlaag, die liggen dan tussen de 13 en de 17 graden. En de dagen daarna wordt ook koel cool en wat wisselvalliger met vooral op donderdag en zaterdag kans op buien. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.